Ik heb vaak moeite met focussen. Ik doe altijd zoveel dingen tegelijk dat het lang duurt voordat ik iets echt af heb. Maar als het dan af is, voelt het extra goed. Deze outfit was eerst ook een onafgemaakt project. Ik had de voorkant van de broek al helemaal af, maar was nooit aan de achterkant toegekomen. Toen realiseerde ik dat dit precies is hoe ik veel fashion tegenwoordig zie. Mensen zijn een soort billboards voor de merken die ze dragen, zonder na te denken over hoe het volledige plaatje eruit ziet of wat het uitstraalt. Ik heb gezorgd dat het plaatje klopt, dat fashion ook anders kan. Met een message, niet zomaar. Toen ik benaderd werd door Smip om te werken aan een expo, viel op dezelfde wijze de puzzelstukjes op hun plek. De Smip-esthetiek paste goed bij de stijl die ik aan het ontwikkelen was en ik airbrushte al op kleding en helmen. Het lukte een klasgenoot om siliconen maskers van een Smip-mascotte te maken waar ik mijn verf ook op los kon laten. En als klap op de vuurpijl vond ik een go-kart om te customizen. Het eindresultaat? Een project waarin al mijn creatieve uitingen focus vonden.